Het is ongelooflijk bijzonder om hier midden in de Tweede Kamer te staan. Heel bijzonder om hier midden in Bangalore, hier op deze drukke straat te staan. In Den Haag, ik zou zeggen ongelooflijk druk. Kijk rustig om je heen. Laat je nog iets zien als je beeld van de omgeving. Hartstikke vol, kijk, krijg je een beetje een beeld van de omgeving. Ja, kortom, dit is ongelooflijk bijzonder en een eer om hier te zijn. Nou, met andere woorden, bijzonder. Echt mijn ogen uit hier. Fantastisch. Jij ook? Rondje 48. 48 alweer? Daar gaan we. People talking without speaking. Feest van de herkenning. En misschien ben ik ook wel een klein beetje saai. Dank jullie wel, dit was alles. Dat was het. Hier 100.000 mensen morgen, gaan die kijken. Morgen op de site, morgen op de YouTube. Oké, jongens, niet vergeten te stemmen, hè? Televisiering, NOS, rondje binnenhof. Niet te vinden. Onder het kopje online videoproductie. Nou, ik zie ze heel veel. Het gaat helemaal lukken. Geef ze allemaal even die link op papier mee. Oké, nu gaan we beginnen over de inhoud. Doe het niet. Rutte was in India. Ja, waarom doet hij niks? Oh, ja, Rutte speelt geen rol meer. Dit is campagne. Alles staat in het teken van die verkiezingen. Maar dus je gaat hem helemaal in deze hele campagne ook niet... Hij is alleen maar het buitenland. Hij is helemaal uit met zijn hoofd, volgens mij. Ja, alleen volgende week natuurlijk, na Prinsjesdag. Prinsjesdag, ja. Gaan we het toch over hebben vandaag? We gaan het over veel dingen hebben vandaag. Waar gaan we heen? Even naar buiten. Het is heerlijk weertje, dus we gaan gewoon naar buiten, denk ik. Toch? Echt net binnen, door de controle en zo, maar goed. Nou. Heerlijk, hè? Zo recht voor het kamergebouw. Ik ben er meteen even uit. Sander, jij wilde ons heel graag hier naartoe meenemen. Ja, ik wilde er even uit. Waarom? Al dat gedoe. Gedoe in de kamer de hele tijd. Ja, gaat wel hert die ruzie. Toe, in de kamer. Hert tegen hert. Zoals bij de Partij voor de Dieren. Och. Nee, echt, staan we daarom hier? Partij voor de Dieren, ja. Er was geen lijsttrekker. Toen was er iemand, toen weer niet. En nou weer wel. Ik weet het eigenlijk niet. Leg even goed uit. Hoe begon het? Zaterdag ineens gerommel. Want bestuur van de Partij voor de Dieren... Die zei eigenlijk in een brief, ja, wij vinden Esther Ouwehand niet, dragen we niet voor als lijsttrekker. En dat kwam boem boem. Wat? Van een partij die het eigenlijk best wel goed doet al een tijd in de peilingen. De partij van het land is. Je zou denken, lekker rustig doorgaan jongens. Maar het bleek dat daar nogal wat onvrede zit onderling. En wisten we dat al? Of, het was niet breed bekend. Nee. Elke keer als die partij wat groter wordt, dan ontstaat er weer een discussie tussen mensen die zeggen wij moeten gewoon een... actiepartij zijn, dus echt opkomen voor de dieren, actievoerders in de politiek. En een andere kant van de partij die zegt, ja maar wij zijn inmiddels ook wat verder. We zijn een moderne, donkergroene partij die ook wel eens zaken met iemand kan doen. Ja. Zodat we echt dingen bereiken voor het klimaat, al is het maar een klein stapje. Ja. En die clash, die leek zich de afgelopen dagen echt wel af te spelen. Maar het bestuur zegt dat zij Esther Ouwehand niet steunen als lijsttrekker, omdat er nog een integriteitskwestie loopt tegen haar, dat er een klacht is. Ja, en maar niemand weet eigenlijk waar het over gaat. Nee, niemand zij weet zelf het niet, het bestuur wil het niet zeggen. Dus het idee eigenlijk bij iedereen daaromheen is dat dat een soort van verzonnen is om van Esther Ouwehand af te komen. Dus er komt een partijtje in modder gooien, elkaar beschuldigen over en weer van allerlei dingen. Terwijl die verkiezingscampagne moet eigenlijk gaan beginnen. Ja, je moet al je weg vinden tussen allemaal verschillende partijen. En nu heb je intern ook allemaal gedoe. Er worden heel veel vragen gesteld over, is er wel een betrouwbare lijsttrekker en dingen. En dat gaat toch bij mensen in het achterhoofd zitten, dus heel schadelijk. Ruzie is nooit, vinden kiezers nooit leuk. Maar ik ben benieuwd wat het uiteindelijk doet. En die Ouwehand werd dus afgezet. Toen kreeg ze enorm veel steun, bijna de hele partij. Op één Kamerlid na, die stond ineens in de plenaire zaal. Die hadden ze dus gemist tijdens de fractievergadering. De pers zei van, hey, Leonie Vestering is er niet. En 's avonds dook ze ineens op in de plenaire zaal en zei ze... Voor mij heeft die strijd voor de dieren altijd prioriteit gehad. Maar onder deze werkomstandigheden kan ik dat niet langer doen. En daarom heb ik besloten om mijn functie als Kamerlid neer te leggen. Dat is nog nooit gebeurd, nee, toch? Ik kreeg iemand die zei dat ergens niet. Eind 19e eeuw voor het laatst gebeurde dat een Kamerlid in de plenaire zaal... Dus er is een uitstaande brand daar. Ja. Ze proberen het natuurlijk nu de kop weer in te drukken. En ondertussen is dat Ouwehand weer in college tour. Ja. En die kon daar weer vertellen hoe erg het haar allemaal aangreep. Dus ik heb voor het eerst in mijn leven advocaten moeten vragen om hulp. Zo zie je dan in zo'n week dat de media toch wel een belangrijke rol speelt. En wie zegt wat waar. Ze zei de hele tijd achter ons laten. Fijn dat we het nu achter ons kunnen laten. En ik ben blij dat het nu achter de rug is. Dat is natuurlijk... Nee, snap ik dat ze dat wil. Wensdenken heet dat. Wensdenken, allemaal, ze willen ook allemaal in beeld. Heel bijzonder.
Ja. Oké, okay, we gaan die kant op. Zullen we het nu even over haaien schoon? Ja, ik heb die hele lezing, de haaien schoollezing, even doorgenomen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vond, Marleen. Nou, ik vond het opvallend. Ik ga even middenlopen. Wie gaf die lezing? Oh ja, dan laten we er even beginnen. Dus door het hele land zie je nu partijen die met een soort van lezing een beetje proberen uit te dragen het bredere verhaal waarvoor ze nu staan. Hè? Is ook wel eens lekker, in plaats van one-liners. Ja, laten we beginnen bij die van Caroline van der Plas. Er waren toch wel wat interessante momenten. People talking without speaking. Kent het allemaal wel? People hearing without listening. Dat liedje was dan wel specifiek gekozen, hè? Van we praten wel met elkaar, maar we horen elkaar niet. Ja, dus zij zegt eigenlijk van speaking without listening. Ja, dat het debat zo gepolariseerd is, zodra je iets in twijfel trekt, dat je direct tegen iets anders bent, zeg maar. Ja, ja, dus als je zegt van. Is daar gelijk in? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ook, dat is bij, in Nederland natuurlijk best wel snel als jij zegt van nou, ik vind dat we mensen uit oorlogsgebieden goed moeten opvangen. Zeg, oh, dus jij bent voor vluchtelingen. Zoveel mogelijk vluchtelingen. Wordt dat een beetje in het zwart-wit getrokken? Is dat wel zo? Ja. Daar ga je al, hè? Ja, daar ga je al. Haar brede verhaal ging ook heel erg over dat mensen heel veel in bubbels leven nu. In deze bubbels zitten mensen bij elkaar in een zuil met eigen partijen, eigen vakantieoorden, eigen sportclubs. En contact met mensen uit andere lagen van die bevolking is dan vaak minimaal. Dus niet meer zuilen, maar in bubbels. En dat vooral die bovenste bubbel, de elite, dat die niet meer kijken of luisteren naar de problemen van andere mensen in andere bubbels. Dat gevoel zijn mensen kwijt. Want die elite is in zijn eigen bubbel, geworden. Maar ze heeft het dus niet alleen over opleidingsniveaus, maar ook over regio's. Helaas zijn er steeds meer gebieden in ons land waar de aanwezigheid van basisvoorzieningen niet meer vanzelfsprekend is. Institutioneel urbanisme, zegt ze. Van alles uit die regio's in sommige dorpen en zo verdwijnt. Dus als je dan een basisvoorziening, een overheidsvoorziening uit zo'n dorp haalt, dan de buslijnen niet meer rijden en er is geen postkantoor en er is niet meer dat misschien wel welvaart oplevert, omdat het niet meer lucratief is zo'n buslijn, maar geen slecht is voor het welzijn. Geen welzijn, nee. Het heet dus institutioneel urbanisme. Ja, daar moeten we wel even een andere term voor gaan vinden. Ja, en Mona is natuurlijk Mona Keizer. Hoe is het? Wat vond jij dat ABBA-film? Ja, top, hè? Mag jij Mona zeggen? Ja. Oh, sorry. Mevrouw Keizer is natuurlijk een premierskandidaat. Ja. Daar ging ook iets niet helemaal goed, volgens mij. Dat was is de lijsttrekker, maar was ze de premierskandidaat? Nee, ze is niet de lijsttrekker. Oh, nee, ze is niet de lijsttrekker, maar wel de premierskandidaat. Ja. Maar toen zei de media, oké, nou, dit is dan jullie premierskandidaat. Toen was ze uiteindelijk toch niet de premierskandidaat. Nee, jullie maken dat ervan, zei ze. Ja, maar dat was niet helemaal zoals ze zelf. Dat was echt zeker wel. We kregen zelfs in de uitnodiging. Nou, ik vond dat wel een mooi moment. Ze hadden dat best wel goed geheim gehouden wie dat zou worden. Ja, want 2 weken geleden wisten jullie echt nog van op een presentatie, die echt vond ik echt een mooie BBB-presentatie. Een beetje onhandig, chaotisch. Gewoon één kleine box met een microfoon. En, ja. Ik weet niet of er een tromgeroffel is. Maar nu is het toch echt tijd. Hartelijk welkom, Caroline. Even totdat ze... kort touwtje. Kom maar even binnen. Dat we natuurlijk onze premierskandidaat bekendmaken. Mona Keizer. Nee, hè? Zeg het er toch maar even bij. En want die zagen jullie niet aankomen. Mona Keizer, die reageert trouwens heel vaak op Rondje Binnen. Of die zeggen dat, jeetje, wat is die Herman grumpy. Grumpy, ik ben helemaal niet grumpy. Maar is dat de gedroomde kandidaat voor die club? Ik weet het niet. Het geheim van BBB was natuurlijk Van der Plas. Ja. En wat ik een beetje denk is, Van der Plas zet zich een beetje af tegen de bestaande kabinetten, de politiek zoals ze hier werkt. Vindt dat dus de elite en zij is juist iemand die er buiten is. Maar Mona Keizer is wel, die was al staatssecretaris geweest. Ja. Die loopt hier al heel lang rond voor het CDA. Zij heeft veel minder dat verhaal van... Zij zit in een andere bubbel. Ja. Ze heeft ook een paar keer geprobeerd bij het CDA-lijsttrekker te worden. Ja. Ik heb eigenlijk wel zin in een break. Weet je wat leuk zou zijn? Een rubriekje. Nou, weet je wat? Sterker nog, doen jullie dat anders lekker zelf? Even zonder jou eerst? Ja. Omdat jij er nog niet was. Ik was er nog niet. Goedemiddag. Hallo meneer Bontebal. Goedendag. Hey. Goedendag. Jij bent, misschien weet je dat nog niet, maar de eerste in onze nieuwe rubriek.
Rondje roltrap. Dus dat is het nieuwe concept en ik ben proefkonijn. Ja, want we gaan dus alle lijsttrekkers leren kennen. Want heel veel namen zijn nog helemaal niet bekend bij heel veel mensen. Dus daar ben je. Nee. Kijk, we denken, we hadden bedacht. Wat je ervan vindt, weet ik niet. Maar een kleine pitch. Je hoeft alleen de roltrap op, zeg maar. Op de roltrap. Een pitch. Ja. Gewoon, ja, van, je doet gewoon even een pitch. Ik ben meneer Bonsbal en daarom moet u op het CDA stemmen. Er zijn maar 500.000 kijkers tegenwoordig. Dus, Nee, bedankt voor de spanning. Oké, okay, nou, wij gaan naar achter. Maar we willen ook wat vragen. Maar dat doen we daarna, toch? Je vraagt wel wat, Marleen, van de lijsttrekkers. Het is wel een heel ingewikkeld concept wat je bedacht hebt. Zeg jij maar 3-2. 3-2-1. We dachten, ja, het CDA, dat moet wel omhoog. Goedemiddag, ik ben Henry Bontebal. Ik ben lijsttrekker van het CDA. En waar ik heel erg inzet is op eigenlijk een nieuwe samenhorigheid in Nederland. Maar wij weten nou niet wat hij allemaal vertelt. Wat zegt hij allemaal? Ja, dat is niet handig. Volgende keer misschien toch mee op die jongens. Waarden en normen, meer omzien naar elkaar. Het bouwen aan gemeenschappen, sterke families. En dat ga ik de komende weken en maanden met heel veel passie en energie uitdragen in de verkiezingscampagne. Gaan we naar boven? Oké. Ja, dit is denk ik... Hoe ging het? Seconde. Ja, dat weet ik niet. Werkte het? Oké, okay, nou, wij hebben nog wel wat vragen. Ja, maar je weet niet wat ik net gezegd heb. Nee, dat is dus... Nee. Daar kwamen we net al achter. Dat concept klopt dus niet. Volgende keer moeten we mee. Nou. CDA staat er niet zo goed voor de peilingen, dat hoor je waarschijnlijk heel vaak. Hoeveel zetels hoop je op? Ja, meer dan wat we nu hebben. Meer dan jullie nu hebben, dat is... Nee, ja, dat, ik denk dat... Ook meer dan jullie nu hebben in de peilingen? In de peilingen. Ik, ja. denk dat ik heel hard moet werken om, om onszelf gewoon weer in de lift te brengen. En ik heb goede hoop dat dat gaat lukken. Maar hoe ga je dat doen? Want heel veel mensen kennen je nog eigenlijk niet. Ik probeer gewoon mijn eigen stijl te handhaven. Wat is je stijl? Nou ja, kijk, je kunt helemaal gescript worden en er zijn natuurlijk altijd woordvoerders die hele Q&A's voor je voorbereiden. Ik geef eerlijke antwoorden en dat is gewoon wat ik ga doen. En ik wil heel graag inhoudelijke verhalen vertellen. Dus de komende weken ga ik gewoon proberen ook op meerdere podia gewoon echt inhoudelijke verhalen te vertellen. Ik heb nu een heel verhaal over bestaanszekerheid verteld. Stevig pakket om de bestaanszekerheid van gezinnen te vergroten. Dus, maar bijvoorbeeld zo'n bestaanszekerheid, hè? Dat is misschien wel een goed voorbeeld. Want het is heel moeilijk om daar je dan op te onderscheiden, want heel veel partijen vinden dat, zeg maar, redelijk. Mensen die hard werken en nauwelijks rond kunnen komen. Banen die bestaanszekerheid geven, een inkomen. Einde aan de nulurencontracten. Wij zeggen zekerheid over je pensioen. Hoe kom je daar dan tussen, terwijl je nu de concurrentie hebt van en Omtzigt en van de Plas? Ja, maar dat is wel weer heel erg gedacht vanuit allerlei concurrentieanalyses. Het is natuurlijk... Het feit dat heel veel partijen bestaanszekerheid als thema noemen, ja, je moet daar je eigen politieke kleuring aan geven. Het gaat niet alleen over heb je genoeg inkomen, zoals sommige partijen die versmallen dat denk ik tot heb je genoeg inkomen. Het gaat ook over heb je toegang tot wonen, heb je toegang tot zorg. Ik vind zelf de hele... Maak je onderdeel uit van een gemeenschap. Ja. Nou, wel duidelijk toch? Ja, heel duidelijk. Denk je dat het dat nou, het wat ik wordt? Nog wel leuk zou vinden is om even... Heb je nog een idee? Om even zodat we even naast jou een soort een paspoortje maken naast jou. Vind je dat goed? Heel goed. Oké, dus even voor jouw paspoort. Hoe oud ben je? Ik ben 40. 40? Ja. Oké, 40 en je hebt twee kinderen? Ik heb twee kinderen. Ja, en je bent eigenlijk natuurkundige. Ik heb natuurkunde in Leiden gestudeerd. Ja, ik vind het zo opvallend wat je vrouw doet, grappig. Die is verloskundige, toch? Ja. Waarom vind je dat grappig? Nou, want volgens mij zie je dan dus echt heel erg wat er gebeurt. Want vrouwen op je ziet heel erg wat er gebeurt. Ja. Nou, ja, alles vrouwen zijn ook een allerprettigste kaart. Dus iedereen heeft verloskundige nodig als ze bevallen. Houdt mij dus je tegen. Komt overal. Het helpt mij juist heel erg om de verhalen te maken. Dus als je een verhaal hebt over bestaanszekerheid, maar ik hoor gewoon uit de praktijk verhalen van vrouwen die het niet redden. Je motiveert mij om dan te bedenken hoe komt dit en hoe kunnen we daar dan voor zorgen dat die vrouwen dat wel redden. Ja. Oké, mooi. Dat was het. Nou, tot ziens. Ja. Doeg. Hoi. Hoi. Dankjewel, hè. Oké. Oh, chaotisch. Ik vond dit echt een goede rubriek. Ik stel voor dat we zo meteen nog eentje doen. Ja. Maar met wie? Dat is de vraag. Je had het over nog meer lezingen, Marleen. Ja, we hadden bijvoorbeeld ook de Abel Hertzberg lezing van Timmermans. En wat me daar opviel, het verschil met bijvoorbeeld zo'n H.J. Schoon lezing. Ja, het is echt wel een beetje highbrow, hoor. Kijk, dit soort teksten bijvoorbeeld. Wie is dan eigenlijk zijn menselijkheid kwijt? De ander of wij? Daarom is het zo belangrijk dat identiteit wordt gekoesterd en bevorderd en tegelijkertijd individuele vrijheden worden beschermd. Nou, we geven jullie nou ongeveer wat hier gezegd wordt.
Ik kon niet horen. Nee, we hebben het nu gehoord. Dat is een later ingemonteerd. Dat is een later ingemonteerd. Dat weten we natuurlijk niet. Jij zei dat ook. Het is een andere toon dan Caroline van de Plas. Ja. Zichtbaar. Zei die ook nog iets wat die van plan is met die partij? Ja, zeker. Dan gaat het dus bijvoorbeeld over bestaanszekerheid, het minimumloon. En hij wil omhoog. Heel veel, omhoog natuurlijk. En hij wil niet omlaag. Nou ja, hij wil bijvoorbeeld, dat is op zich een duidelijk punt. Hij wil dat mensen die een huis huren, die hulp krijgen met het isoleren van hun huis. Okay. Heel snel, omdat dat op grote schaal nu gaat gebeuren. Op die manier probeert hij natuurlijk een beetje dat klimaatverhaal van GroenLinks met het sociaal-democratische verhaal van de PvdA te combineren. Dat is best nog een uitdaging. Ja, maar jongens, voordat we bij de weg zijn, even kort, was nog een partij die verkiezingsprogramma presenteerde? Volt. Ah, leuk dat je het zegt. Nou. Wat zei ze? Nou, dit bijvoorbeeld. Nou, gaan we om klimaat, wonen, ongelijkheid, migratie. Al die crises hebben één ding met elkaar gemeen. Ze zijn ontstaan omdat de moeilijke keuzes decennia lang vooruitgeschoven zijn. Ze proberen natuurlijk heel erg het Europese thema weer te omarmen. Maar en het klimaatthema nog wat steviger dan eerder. Ja. Fast fashion verbieden, korte vluchten met het vliegtuig verbieden. Ik vind wel dat ze een beetje opschuiven naar iets radicaler. Bijna een soort partij voor de dieren, maar dan ook voor Europa. Ja, maar zij hebben bijvoorbeeld echt last van Timmermans als PvdA GroenLinks lijsttrekker. Want dat is natuurlijk een man die bekend is van Europa. Dus mensen die daarvoor zijn, die stemmen wel snel op hem. En ook het klimaat natuurlijk. Ook wel klimaat. Dus ze moesten daar... Ja. Eigenlijk lijkt het erop dat ze een beetje extra moeten opschuiven om zich toch nog te onderscheiden van Timmermans. Waar moeten we nou weer heen? Druk wordt het hier. Ja, we gaan hier naar financiën. Het is warm joh, hier. We gaan oversteken. Kijken jullie even naar de rubriek. En... Nog een rubriek? Ja. Ga je nu wel mee? Ja, ik ga mee. De lijsttrekker van Denk. Ja. Ga je voor... Nee, links. Het is niet Kuzu meer. Dat was vroeger. Nee. Hallo. Wie is het? Van Baarle. Dat is de nieuwe lijsttrekker van Denk. Is het nou Stefan of Stefan? Mijn moeder heeft het ooit bedoeld als Stefan, maar heel veel die zeggen Stefan en ik luister naar allebei. Om een beetje lijsttrekkers te leren kennen, dachten we, doen even de roltrap pitch. Prima. Durf je dat aan? Nee, ik vind het wel heel spannend. Maar ik durf het wel aan. Ik ken dit format ook niet hoor. Ja, nee. Ik ken het ook niet. Geen gaten. Het zal die zenuwachtig zijn. Ik ben Stefan van Baarle, lijsttrekker van Denk tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. En als je op Denk stemt, dan stem je voor een Nederland zonder discriminatie, zonder racisme en voor gelijke kansen voor iedereen. Hij is klaar. Halverwege, hij is klaar. Hoppatee, dat is kernachtig. Dat is een kernachtig. Hij is klaar. Halverwege, hij is klaar. Dat ziet er overtuigend uit. Ja, volgens mij ook. Het zou niet voor Pieter Omtzigt zijn dit, hè? Die wil heel lang, hè? Hoe ging het? Ja, ik was heel zenuwachtig. Ja, ik heb dat zeg maar overwonnen. Ja? Ja? Dat is gelukt. Maar nu, want in één keer ben jij de man natuurlijk. In één keer is... Ik ken de Kuzu en de Azarkan. Ja. Is het dan moeilijk om bekend te worden bij de kiezer? Wat moet je daarvoor doen? Goed je werk doen. Dus het is belangrijk dat je in de Kamer laat zien. En wat ik ook in het verleden in Rotterdam heb gedaan. Dat je gewoon strijdt voor de zaken die Denk belangrijk vindt. Dus ik heb wel het gevoel dat binnen de achterban van onze partij het wel goed zit met het galant zijn van mijn nieuwe leiderschap. En het klopt dat ik inderdaad grote schoenen heb om te vullen, maar dat motiveert me alleen maar nog meer. Er zijn heel veel partijen. Hoe zorg je dan ervoor dat je er tussen komt, dat je aandacht krijgt? Is dat een beetje... Een beetje ellebogen? Of? Nou, ik ben niet van het ellebogen. Wat bedenk natuurlijk zo is dat wij een vrij uniek verhaal hebben. Onze boodschap van de bestrijding van discriminatie en racisme, de bestrijding van moslimhaat in ons land, is echt iets wat wij als partij als enige op deze manier over het voetlicht brengen. Ben je zelf eigenlijk moslim? Ik ben zoekende op het gebied van religie. Dus Allang? Ik lees best wel lang. Dus ik lees wel een hoop dingen. Maar ik ben nog zoekende. Dus dat is ook wel nieuw voor Denk. Ik ben er nog niet over uit. Maar het is niet nieuw voor Denk. Want we hebben binnen onze gelederen echt mensen van alle gezinten, verschillende groepen die zich aansluiten bij Denk. Je bent niet nieuw in Den Haag, ook niet hier, toch? Nee. Wat heb je de afgelopen jaar gedaan? Ik ben natuurlijk de afgelopen 2 jaar ben ik Kamerlid geweest. Daarvoor was ik fractievoorzitter in Rotterdam. En ik ben in 2015 bij Denk gekomen, bij de oprichting. En toen was ik lid nummer 007. Nice. Dus ik loop al een tijdje mee. Ik hoor muziekje lopen 007. Al op de score. Hey, we hebben ook nog een paspoortje. Hè? Ja. Je naam staat er dan naast, die weten we al. Uitspraak Stefan. Ook. Stefan. Stefan, als je moet erbij. Stefan. Ja. En uit Rotterdam. Uit Rotterdam. Vrouw en kinderen? Nee, ik ben getrouwd met Denk. En hobby's?
Gitaarspeler. Oh. Ja. Ken je chef Van Hoekel? Die zei beter geen gitaar dan helemaal geen gitaar. Nee, ja. Sorry. Laatste, allerlaatste. Zeg eens wijk. Wijk. Ja, we hadden net Bonte. Maar ik denk, of ben ik opgegroeid in een wijk? Echt een volkswijk. Het is een Rotterdams, hè? Een wijk. Ja, dit verwijt heb ik al heel vaak gekregen. Ja, Bontebal is een wijk. Ik kwam hem net boven tegen en ik zei, wij moeten eigenlijk op ons Rotterdamse accent een beetje tegen elkaar gaan opbieden. Ja, misschien moet ik dan wat zeggen met een natte zee erbij. En dan gaan we kijken wie er het hoogst uit. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. En succes. Heel veel succes met de uitzending. Ja. Het is in de campagne. Ik heb heel veel zin in. We gaan er tegenaan. Oké, zullen we praten? Ik weet niet, zijn we al begonnen. Oké, leuke rubriek, zeg. Oei. Vond je het leuk? Ik vond dit beter dan die vorige. Al dat je erbij was, zeker. Nee, gewoon inhoudelijk. Inhoudelijk. We zijn nu bij het ministerie van Financiën. Over inhoud gesproken. Kijk, afgelopen maandag kwamen ze hier bij het ministerie. Leuk dat je het vraagt. Ja. Met wie is ze? Nou, de studiegroep begrotingsruimte. Dat zijn allemaal topse ambtenaren. DNB, CPB. Nederlandse Bank, Centraal Planbureau. Zijn er allemaal even vertegenwoordigd. En die geven een soort van advies aan een volgend kabinet. Jongens, even opletten. Want als je nu niet wat gaat doen, dan gaan de volgende generaties met een dikke rekening komen. Okay. Dus zeggen ze... Of je gaat de uitgaven aanpassen, of je gaat de belastingen verhogen, of je laat toekomstige generaties het betalen. Het geld komt niet vanzelf. 17 miljard moet een volgend kabinet zien te vinden op de begroting. Maar waar komt dit dan vandaan, dit bedrag? Leuk dat je dat vraagt. Kijk maar even mee naar deze grafiek. Waar is die? Hier, hierboven. Kijk, hier zie je hoeveel kabinetten door de jaren heen hebben uitgegeven. Moet je kijken, dit is Den Uyl. En kijk naar dit kabinet Rutte 4. Ik doe het 3 ook al, maar er werd echt zoveel geld uitgegeven. Dus heel veel geld gaan we tekort hebben en dan moet er iets gebeuren. Ja, er is heel veel ruimte om hele wilde plannen uit te voeren. We hebben nieuwe partijen. Terwijl er in die verkiezingsprogramma's natuurlijk juist wel allerlei vrij dure plannen staan. Ja. Volgende week gaat het ook weer de hele week over geld. Ja, leuk. Zullen we daar dan naartoe lopen? Ja. Oh, waar gaan we heen? Volgende week. Weet je wat er volgende week is? Ja. Wat ga je doen? Oh, je tas. Prinsjesdag. Is dat voor jullie een leuke dag, Prinsjesdag? Om te werken of dingen te doen? Ik vond vorig jaar Prinsjesdag helemaal niet leuk. Maar dat was ook omdat de sfeer in de stad echt grimmig was. Er was veel protest. Oh ja, weet ik nog. Ja, de boeren waren hier. Tegen en zo. Dit jaar verwachten ze protest van Extinction Rebellion. Ja, daar kan je natuurlijk donder op zien. Gaan ze aan die koets vastlijmen. Lijkt me weet wel. Jij trouwens waar de troon reed, hè? Ja. Die was natuurlijk altijd in de ridderzaal. Maar dat kan niet meer. Weet je waar die is? Als ik een plek zou moeten uitkiezen, zou ik de Koninklijke Schouwburg uitkiezen. Ja, daar staat de poster staat er al. Staat vrij groot op. Let's talk about sex. Prinses en de geit. Er zit wel een koninklijk randje aan. Komen ze nou, hier gaan ze erin, toch? Ja, nee, dat zal hier wel zijn. Nee, de koets stopt daar. Het is wel... Anders dan de ridderzaal, hè? Ja. Waar zijn jullie dan met de Prinsjesdag? Sta je daar of daar? Oh, ik sta in de Staatspassage. Waar is dat? Oh, in de Tweede Kamer. Ja. En jij? Interviews. De redactie, denk ik. Ik ga lekker voor de televisie zitten. Ik ga er geen minuut van missen. Mogen wij binnenkort een keer meedoen met de slimste mens? Ja, wel, zeker. Tegen zeker. 2025 zijn jullie de eerste. Wacht maar, vriend. Ik pak je. Ik geef jou die vragen van tevoren. Oké, leuk dat je keek. Over 2 weken zijn we er weer. Met dan met alle updates over Prinsjesdag. En de campagne. En de campagne, en onze campagne. Ben jij er dan nog steeds? Ja, dan kom ik wel. Leuk. Hartstikke leuk. Tot over 2 weken. Als het mag voor jullie, hè. Yes. En allemaal stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Die said it. Nee, Kamerverkiezingen. Oh. Dat is heel schoon. Hey, stop opname.